Goed, ik ben aangekomen op het OK, dus op het operatiekwartier van reproductieve geneeskunde. En zoals altijd, eerst even geschikte kledij aandoen. Goed, ik ben nu in de kleedkamers van het OK van reproductieve geneeskunde. Ik heb juist mijn kledij genomen. Ik ben benieuwd wat ik allemaal te zien ga krijgen vandaag. Ik kijk er wel naar uit, want het is eigenlijk echt zo een domein in de geneeskunde waar dat ik echt totaal niet zoveel van weet. Voilà, ik ben helemaal omgekleed. Nu ga ik naar de zaal gaan en ik ben benieuwd wat ik daar te zien ga krijgen. Spannend. Ik heb in de ochtend een aantal ingrepen gevolgd. Ik heb voornamelijk eicelpick-ups gezien. De eerste eicelpick-up dat ik bijvoorbeeld heb gezien was van een patiënt met polycystische ovaria. Daar is natuurlijk een probleem bij het rijpen van die eicellen. Dus uiteindelijk gaat het dan via in vitro maturatie dan nog kunnen rijpen. De andere eicelpick-ups waren iets normaler. Dus oftewel komen vrouwen van een bepaalde leeftijd al. Bijvoorbeeld een vrouw is 35 jaar, maar ze wil nu nog geen kinderen. Of 32 jaar. En ze komt dan uiteindelijk naar het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde om haar eicellen in te vriezen voor wanneer ze het gevoel heeft van nu wil ik zwanger worden. Dus dat heb ik gezien en dat vond ik best wel interessant om te zien. Ik heb ook een hysteroscopie meegevolgd. En een hysteroscopie is eigenlijk een kijkoperatie van de baarmoeder. Als een vrouw bijvoorbeeld op de consultatie komt, samen met haar man, en uiteindelijk zien we dat die man uiteindelijk, zijn zaadcellen die zijn heel normaal. Dus dan gaan we natuurlijk kijken naar de vrouw, oké, hoe zit het met haar eicellen? Dus via een hysteroscopie, via die kijkoperatie in de baarmoeder, kan er dan gekeken worden van, is die baarmoeder normaal? Goed, ik heb heel de ochtend ingrepen meegevolgd op het operatiekwartier van reproductieve geneeskunde hier in UZ Brussel. En ja, dat waren allemaal eigenlijk ingrepen waar ik eigenlijk nog nooit echt zo heel veel van had gezien, want het is toch wel het is een beetje een aparte afdeling in de geneeskunde. Iets waar je toch niet zo heel veel van ziet als geneeskundestudent. Het is wel heel specialistisch. Maar ik vond het wel heel interessant eigenlijk. De namiddag had ik ook een teaching moment met de professor en samen met een medestudent. En dat was wel, ik vond dat wel goed dat ik dat heb gehad. Want omdat reproductieve geneeskunde, dat is zo'n specialistisch domein in de geneeskunde. En we zien er niet enorm veel over in onze opleiding. Dus ik vond dat wel zo even goed om zo wat meer informatie te krijgen. Want elke middag was er dan de monitoring. Dat was rond 13 uur of zo. En dat is dan een soort van dagelijkse meeting waarbij dan wordt gepraat over de patiënten. En je hebt daar toch zo'n beetje background informatie voor nodig. Deze ochtend weer op het OK van reproductieve geneeskunde. Ik heb er al wat zin in.